Hallo, ik ben Mieke Doks en ik neem jou mee doorheen het klassieke voorjaar. Als communicatiemedewerkster bij Flanders Classics en renster bij Lotte Soudal Ladies zijn de klassiekers extra speciaal voor mij dit jaar. Beleef alles mee behind the scenes met Behind the Classics. Let's go! Hallo! Het is al enkele weken geleden dat ik mijn eerste koers heb gereden dit seizoen. Sindsdien ben ik nog op stage getrokken voor een weekje. Nu ben ik helemaal in België voor de Vlaamse voorjaarskoersen. Ik heb er ondertussen ook nog twee gereden. De GP in Oetingen en de Daniel iets hogere koersen. Die gingen allebei heel goed, alleen positie. Dat is iets dat ik nog moet leren in koers. Goedemorgen! Ja, ik vertrek zo meteen richting Vilvoorde, want daar is het kantoor gelegen van Flanders Classics. Meestal werk ik van thuis uit, omdat dat makkelijker is voor mij om te combineren met mijn trainingen. Ja, ik probeer wel één keer per week zeker naar kantoor te gaan, omdat het toch altijd leuk is om mijn collega's te zien en omdat het ook een beetje makkelijk werkt samen. Voilà, hier zijn de kantoren van Woestijnvis. En wij zitten... Voilà, mijn collega's. Anne-Lore. Hallo. Lotte. En Josh. Dat is het enige dat je nog doet, denk ik. Dus filmen. Dat is heel enthousiast over. Ik moet weten voor de commentary guide. De startplaats van de vrouwen, is die altijd al Oudenaarde geweest? Aha. Oudenaarde. Oudenaarde niet over. 94 kilometer lang. Ik ben in het archief gedoken. Ik ben mega excited, want morgen ga ik een koffieritje doen samen met Marijn de Vries. Het wordt keileuk om haar te ontmoeten. En we gaan koffie drinken bij Chris Boekmans. Want Chris Boekmans heeft sinds kort een eigen koffiebarretje. Ja, Chris Boekmans is eigenlijk een van mijn jeugdhelden. Want toen ik begon mijn koersen, heb ik een paar keer met hem kunnen samen fietsen. En heb ik redelijk veel van hem kunnen leren. Dus kijk er naar uit. Tot morgen. Doei! Hallo, alles goed? Ja, alles goed, hè. Welkom. Ja, leuk. Jullie, ik ben hier nog nooit geweest. Het is echt leuk. Hallo. Oh, hoi. Hallo. Ik ben Mieke. Ik ben Marijn. Hoe is het? Ja, fijn. Mooi weer. Je hebt het zonnetje meegebracht. Ja, maar geen korte broek. Dus het wordt fietsen in lange broek. Oh, heb je alleen maar een lange broek bij? Oh. Ja, en ik zag net dat het 17 graden is. Dus het kan echt makkelijk. Ja. Gaan we ons omkleden? Ja. Yes. Chris, jij wijst onze weg, hè? Tijd voor een koffietje. Ja, lekker! Wat ik ook wel super leuk vind, als de wedstrijden nu op tv komen. Dat is zo, de geluid van die helikopter, dat je weet van, ah, we zijn live. Ik ga mij toch nog een keer vooraan zetten dat de kijkers thuis weten van, ik ben er nog. Dus dat echt, was er bij u al veel camera? Nee, niet veel, maar dat geluid van de helikopter, dat kan ik me nog zo goed herinneren. En dat waren ook wel de koersen dat ik me echt wielrenner voelde, omdat ik dacht, dit is zoals het hoort, hè? Het is bijvoorbeeld een van de redenen dat ik nu analist ben bij Sporza, bij de voorjaarskoersen, omdat er ook heel veel vrouwenwielrennen nu wordt uitgezonden. Ik denk dat dat ook heel erg bijdraagt aan de groei van het vrouwenwielrennen. Ja, er is ook al veel kritiek van ja, ze rijden niet dezelfde kilometers, dus ze hoeven ook niet hetzelfde prijzengeld te hebben als ons. Want ik vind persoonlijk, we doen er elke dag ook gewoon alles voor, evenveel als de mannen. Ja, maar ik denk ook dat dat ook gewoon... Dat het verschil misschien tussen wat mannen en vrouwen ervoor doen onderling veel groter is dan dat het verschil tussen mannen en vrouwen zo groot is. Ik zag dat Lotte Kopecky deze week een training had gedaan van 6 uur achter de scooter. En daarbij vraag ik me ook wel eens af waarom mannenkoersen eigenlijk zo lang moeten zijn. De discussie over of we per kilometer betaald moeten worden, die mag wat mij betreft pas gevoerd worden als we het erover uit zijn. Wat dan reëel is aan
kilometers die gereden worden. Hoe ziet je nu nog het vrouwenwielrennen evolueren? Welke stap kan er nog gezet worden? Ik denk dat het nu heel snel gaat en dat dat tegelijkertijd ook wel de valkuil kan zijn. We moeten niet vergeten wat daaronder zit. Er is geen onder 23 categorie. Dus de stap naar elite en zeker naar de World Tour, die is gigantisch. En als we daar niet goed op letten om daar een goede structuur voor te maken, dan vraag ik me af of straks die voeding naar de World Tour goed genoeg blijft. En of jonge meisjes gemotiveerd blijven om te koersen als die stap zo groot is. Daar ben ik het vrij mee eens. Ja. Dat was lekker. Nu gaan we de Chris wat afwas geven. Zeg. Merci voor de koffie. De lekkere koffie. Ik vond hem lekker. Dus dat is al een compliment, want ik drink niet graag koffie. Heb jij ook nog één tip voor mij? Voor Gent Wevelgem en de ronde. Genoeg rusten in de trainingsweken. Oké. Genoeg rusten. Ik zal dat tegen mijn trainer zeggen. Goed, merci. En tot de volgende. Ik ga hier zeker nog passeren. Merci voor het ritje en het zonnetje. Ja, heerlijk. Ja, we zien elkaar. Gent Wevelgem? Ik ben daar. Jij ook, hè? Yes. Hey, ook succes. Merci. Heb je nog één tip voor mij? Ja, dit is misschien raar, maar probeer er ook van te genieten. Ja, dat ga ik zeker doen. Oké. Merci. Tot ziens. Doei. Vond je deze vlog leuk? Like dan deze video en abonneer op het Flanders Classics kanaal.